Angelique, daar zijn we weer. De bruggenbouwers. Ja, want het is niet alleen voor volwassenen, maar het is ook voor de jeugd. Want ja, vorig jaar zijn jullie ermee begonnen in Tagus, begint het verhaal. Maar zie je nou dan? Nou, vorig jaar was jij ook bij het dorpsgesprek. Dat was voor volwassenen. Wij misten daar echt de jeugd van 12 tot 18. Dus we hebben nu bedacht dat wij een soort mini dorpsgesprek voor de jeugd doen, 12 tot 18 jaar. Maar dan moet je ook op een hele andere manier moet je die groep kinderen naar je toe trekken. En daar hebben wij de hulp van gehad van Ruben. Wat vertel eens Ruben, want jullie zijn in samenwerking met de bruggenbouwers. Wat gebeurt hier vanavond allemaal? Ja, we zijn hier bij Boost. En Boost is eigenlijk een soort van... De aanleiding was inderdaad een dorpsgesprek, of het doel was eigenlijk een dorpsgesprek voor de jeugd. Ja, een dorpsgesprek, als je een normaal dorpsgesprek zou organiseren, daar komt natuurlijk geen jeugd op af. Dus we moesten een beetje op een manier doen, zodat de jongeren het leuk zouden vinden. Dus we hebben een groepje jongeren bij elkaar verzameld en die hebben we eigenlijk aan het werk gezet. En samen met hun heb ik gekeken van wat is het leukste, maar voor de jongeren allereerst en ten tweede ook van wat is een goede manier om op erachter te komen wat de jongeren tof vinden in Bakbrug. En daar is deze avond uit gekomen. Dus enerzijds hebben we gewoon een hele leuke avond met een aantal toffe workshops, aansluitend nog een feestje. En het belangrijkste, of ja, en ook vullen alle jongeren enquête in. En op die manier weten wij als bruggenbouwers en vanuit jongerenwerk wat er speelt onder jongeren, wat ze leuk vinden, wat ze missen en maar ook welke jongeren het leuk vinden om mee te helpen. Dus dat is een beetje de insteek van de avond. Hoeveel jongeren zijn hier vanavond? Volgens mij is het net te tellen op 79. Dus dat is wel, ja. Dat vind ik echt veel. Dat is heel veel. We hadden van tevoren bedacht dat we met 50 kinderen opkomst blij zouden zijn. Maar je begrijpt hoe blij we nu zijn, Alfred. En het mooiste is nog, dit is ook een beetje à la de bruggenbouwers. Burgers die iets regelen voor andere burgers. Dit is georganiseerd door kinderen, voor andere kinderen. En je ziet al dat leeft, wederom. Ze zijn dan met de warming-up bezig? Ja, ze zijn nu met warming-up bezig. Maar wat gaan jullie straks doen dan? Wij gaan in het kort, maar de tijd die we hebben met de workshops, gaan we alle aspecten laten zien van freerunning. Dus precision jumps, vault, climb-ups, dat soort dingen. Veel animo voor. Ja, zeker.